Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte. Nou, we zitten nog steeds met die camera die helemaal naar de Filistijnen is. Maar goed, in ieder geval wou ik toch nog eventjes een paar vlogjes opnemen. Binnenshuis. Ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Het is gewoon stenen steenkoud. Ik heb er echt geen zin in. Maar hoe was de Efteling? Inmiddels ben ik alweer een paar dagen verder. Maar hoe was de Efteling, jongens? Hoe was de Efteling met mijn schuddende camera? Videobeelden vielen echt vies en vies tegen. Ik vond het echt tegenvallen. Efteling zelf. Ja, vond ik verschrikkelijk tegenvallen. Wat een verschrikkelijk park is het geworden. Het is echt niet meer mijn Efteling wat het geweest is. Ik vond de Winter Efteling editie 2022 ronduit bar en bar slecht. Er zit totaal geen sfeer in. Ik vind het zo dood als een pier. Ik vind er echt helemaal niks aan. Er zit echt 0,0 leven in de Efteling momenteel. Op de bouwplekken na waar keihard herrie is. En waar af en toe het lijkt of dat een helikopter de lucht in gaat. Zo'n enorme herrie. Nee, ik vond de Efteling echt heel slecht. Echt, ik heb de Efteling nog nooit zo slecht meegemaakt. Kaal. Ongezellig. Onvriendelijk. Nee, dat niet echt. Ze waren niet onvriendelijk. Maar gewoon de sfeer is gewoon kaal, lelijk, slecht en gewoon heel saai. Ik vond het echt helemaal niks aan. Toen ik de Efteling inliep, had ik al het gevoel van, nou, dit is helemaal niks. En ik heb nog gelijk gekregen ook. Ik vond het echt waardeloos. Ik vond het echt heel slecht. En de Efteling heeft echt een ontzettende slechte dienst bewezen door alle bouwdingen. En ik vond het ook echt vreselijk slecht aangekleed. Attracties die dicht waren, waren we natuurlijk al een klein beetje van tevoren al voor gewaarschuwd. Maar ik vond het echt verschrikkelijk slecht, zeg. Jeetje, wat is de Efteling achteruit gegaan, zeg. Ik heb ook echt zoiets van, ik heb echt geen zin meer om dit jaar naar de Efteling te gaan. Die winter Efteling, die kan me echt gestolen worden. Ik vond het echt helemaal niks. Ja, de Efteling heeft toch altijd wel weer plekjes dat je zegt van, hè, dit is echt, dit voelt echt lekker winters aan. Gezelligheid, warme gezelligheid. Maar ik vond het echt, het was koud was het, maar het was de Efteling zelf altijd ook erg enorm koud aangekleed, vond ik. Ik vond het echt verschrikkelijk slecht. Ik vind het echt waardeloos. Ik schaam je diep, Efteling. Voor mij, als het zo blijft doorgaan, dan hoeft dat abonnement niet meer voor mij. Ik ga voor kwaliteit. Ik ging eigenlijk altijd, als ik bij de Efteling toen ik mijn abonnement nam en ook verlengde en zo, wordt wel automatisch gedaan. Maar je hebt toch bij de Efteling heb je toch een soort kwaliteit. En dat vind ik echt verschrikkelijk tegenvallen. Ik vind de Efteling echt bizar slecht. Ik vind het gewoon waardeloos. Ik heb er echt geen andere woorden voor. Het was echt een enorme tegenvallende dag, vond ik. Ik vond het echt verschrikkelijk slecht. Maar goed, in ieder geval, we moeten door. In ieder geval, er komt nog een vlog. Dan ga ik het boek reviewen. Ja, ik ben nog steeds niet tevreden over deze camera. Hij trilt aan alle kanten. Trilt hij. Dat is omdat die lens nog niet goed is. Dus ik ga, denk ik, de volgende vlogs ga ik voorlopig eventjes met mijn telefoon opnemen. Want met mijn telefoon vind ik het momenteel een betere kwaliteit hebben dan mijn camera. Mijn camera is echt slecht. Als het goed is gaan we naar, ga ik van de week een nieuwe camera halen. Hoop ik. Ik kan nog niks beloven. Hang je er niet aan op. Maar ik ga in ieder geval een camera halen. Dat sowieso, dat zit er nog, inderdaad zit dat er nog in. Maar wanneer, dat weet ik nog niet. Ik ga het nog wel even kijken. Ik heb momenteel ook niet zo zin om te vloggen. Want het is echt ontzettend koud buiten. En ik vind het helemaal niks buiten.
Dus ja, en alles wat ik eigenlijk al een keer gefilmd heb, dat heb ik eigenlijk al een keer gefilmd. Dus elke plek waar ik kom, ja, daar ben ik al een keer geweest. Dat vind ik toch ook wat minder uitdagend. Ik moet een, ja, een nieuwe uitdaging hebben eigenlijk. Een nieuwe uitdaging moet ik hebben. En ja, momenteel hier in de buurt is het voorlopig eventjes, ja, het is ook ontzettend koud. Dus je gaat sowieso, ga ik niet graag naar buiten nou. Het is gewoon verschrikkelijk koud. Het is dat ik mijn boodschapjes moet doen. En af en toe even bij mijn moeder ga ik even op visite. Dat is eigenlijk de enige momenten dat ik, ja, dat ik naar buiten ga. Maar het is echt, het is ontzettend koud. Ik heb er echt geen zin in om naar buiten te gaan. In ieder geval, ja, was dit even de vlog eventjes. Een hele korte vlog eventjes. Maar in ieder geval wou ik toch eventjes reviewen hoe ik de Efteling vond. Nou, ik vond het zwaar ruk. En ja, je gaat toch, als je een Efteling abonnement hebt, ga je toch voor een bepaalde kwaliteit. En ik vind, als je je kwaliteit er niet uit kan halen, dan mag je daar terecht ja, over klagen. Ik heb in ieder geval alweer heel wat zeikberichten gehad op Facebook. Maar ja, er zitten de grootste zeikers zitten op Facebook. Ja, dus, maar daar heb ik toch lak aan. Want ik vind als abonnementhouder dat ik daar wat van mag zeggen. Net zoals ik ja, kritiek mag hebben op andere pretparken. Slagharen, Walibi, wat heb je nog meer voor parken? Je weet het allemaal wel. Mag ik mijn mening hebben? En als je mening me niet aanstaat, of als je als mijn mening jou niet aanstaat, ja, jammer dan. Als mijn video niet leuk is, als je mijn video, mijn kritiek niet aanstaat, of mijn video's niet aanstaan, hier linksboven of rechtsboven heb je een knopje. Er staat een heel groot kruis op. Als je die indrukt, druk die vooral in. Ja, dan ben je er gelijk vanaf. Dus dat wou ik nog eventjes zeggen. Ik ga wat harder mijn eigen opstellen voortaan. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En dan spreken jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Waarschijnlijk met mijn mobiel, want ik vind dit helemaal niks. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi.